Elke donderdagochtend zet de Oudrechts Buiten koers richting de sporthal. Voetballers die stoppen, voetballen vaak in het geniep nog even door. Vaak in muffe gymzalen, waar niemand hun middelbare kantoorlijvigheid afzet tegen het atletenlichaam dat ze ooit bezaten. Ja, het sportieve, het staat helemaal los van het plezier, dat is het belangrijkste. Neem René Hofman. Die was ooit shirt om de staken wapperend vrijl. Een rappe rechtsbuiten. Ooit, ja. Op 2 maart 1980 begon het allemaal, bij Roda natuurlijk, waar hij iedereen kende en iedereen hem. Waar de toejuichingen op het beton van Kaal Heide kletterden. Waar hij koffie zette en de kranten haalde. Ben je ergens meer thuis dan waar je dagelijks koffie zet? Hofman was beter dan de meeste spelers die 's ochtends de krant halen. Hij was snel en technisch en zijn voorzet kwam uit het grote buitenspelershandboek. Zonder te kijken zwiepte hij ze één voor één op het massieve voorhoofd van Dick Nallinga. Hij draafde zelfs oranje binnen, zei het eenmalig. In ijzig Aken werd Malta met 6-0 verslagen. Zijn bijdrage die avond was, als hij zelf, bescheiden. Dit is hem. Bij Feyenoord liep het mis. Rinus Israël, die hem koetkekoet had willen hebben, hield er een nogal specifieke manier van coaching op na. Kotter! Eentje waar René Hofman niet bepaald beter van ging spelen. Hofman, moeilijke hoek. De eerste tijd ging het nog wel. Eerste paal, Koppert. Feyenoord, René Hofman. Maar al gauw zakte de hele club weg in het drijfzand van onkunde en chagrijn. Nu zou het kunnen. Hofman. Hofman. Oh! En wie kreeg de schuld? De reservebelg. Achteraf dacht hij, misschien had ik wat losser moeten zijn. Wat luchtiger. Maar het is niet eenvoudig luchtig blijven als de paar duizend overgebleven fans in een desolate kuip Hofman in een rolstoel scanderen. 15 jaar speelde René Hofman betaald voetbal. Hij maakte 97 eredivisie goals. Evenveel als Jan Juring en Romario. Onderschat is hij altijd gebleven, ook door zichzelf. Oh, die heeft 1-4 op zijn schoen. Oh, wat een goal. René Hofman. Wat een beauty. De jongens die hij nu onder zijn hoede heeft, schat hem wel op waarde. Beter laat dan nooit.